Wat? Wil je geen wijntje? Of wat wil je dan drinken? Een glas water? Ah joh, wat ongezellig. Doe nou gewoon mee. Je kunt toch wel één glaasje wijn drinken? Goedemorgen, welkom allemaal bij de Eetlijn. Ik ben Nettie Bom. Ik ben leefstijlcoach en coach-trainer. Ik heb een enorme passie voor gezondheid. En mijn visie is dat Nederland veel en veel gezonder moet kunnen worden. En mijn missie is om daar op mijn manier een steentje aan bij te dragen. En voor Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Ik doe dat door 1-op-1 coaching, maar ook door het opleiden van coaches. En mijn doelstelling voor het komende jaar is dat er in Nederland zoveel coaches zijn, dat een potentiële cliënt niet langer dan 30 minuten hoeft te rijden om bij een coach aan tafel aan te kunnen schuiven. Nou, vandaag is het thema wijnen of ontwijnen. Het woord ontwijnen is niet van mezelf, het is van Jacqueline Verlieshout. Die zal ik ook taggen in een bericht boven deze uitzending, want ik wil geen dingen pikken van de ander. Maar het is wel een hele leuke term en het geeft ook aan waar het eigenlijk in deze uitzending over gaat. Wat ik van heel veel mensen hoor die willen beginnen met het laten staan van een wijntje, dat ze zo ongezellig zijn. Nou, lieve mensen, geloof me, ik ben in mei afgelopen jaar gestopt met alcohol drinken. En ik ben nog net zo gezellig als vroeger. Ja, dat zeg ik dan. Misschien zeggen de mensen om me heen wel van niet. Maar laat je niet afhouden van het feit dat andere mensen je ongezellig vinden. Aan de andere kant, laat andere mensen ook in hun waarde. En dat merk ik aan mezelf ook. Je hebt ooit wel eens meegemaakt dat iemand echt een kettingroker was. En echt een verwend roker was. En als ze dan stoppen met roken, worden ze de grootste anti-roker. En helemaal anti-roker dan ooit tevoren. En ik moet er zelf ook voor oppassen. Ik ben zo enthousiast van het feit dat ik nu geen alcohol meer drink. Dat ik op moet passen dat ik mijn boodschap niet te veel preek aan andere mensen. Want uiteindelijk moet iedereen gewoon lekker kunnen doen wat hij wil. En we hebben natuurlijk heel de week hebben we het al gehad over wijnen of ontwijnen op Facebook. Heel de week was het een soort thema deze week. En op een gegeven moment kreeg ik de vraag van iemand, ben ik hier in een anti-wijncampagne terechtgekomen of zo? Nou weet je, er zitten natuurlijk aan wijn drinken voordelen en nadelen. Ik ga beide aspecten benoemen vandaag. En dan gaan we gewoon eens eventjes kijken, wat kan het voor jou betekenen? Uiteindelijk doet iedereen gewoon wat hij of zij wil. Ik ben er niet voor om mensen wijn aan te praten of om het te verbieden. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil wel vertellen hoe blij ik er zelf mee ben dat ik gewoon echt gestopt ben. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Goed, lieve mensen, welkom allemaal. Het is gelijk weer hartstikke druk. 31 kijkers al, het is ongelooflijk. Natuurlijk een heikel thema. Op dit moment drinkt 80% van de mensen regelmatig een wijntje. En 1 op de 10 van de mensen in Nederland drinken gewoon te veel alcohol. En zijn daardoor er min of meer aan verslaafd. Nou, we gaan het er zo meteen allemaal over hebben. Ik wil een aantal mensen welkom heten. Ik zie Anneke, Mario, Hilde, Ina, Gabi, Els, Monique, Vera, Ans, Greetje, Edith. Nou jongens, echt hartstikke leuk dat ze druk is. En ik heb eigenlijk een vraag aan jou. En ik heb die vraag van de week ook op Facebook gesteld. Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord. Hoe zou het voor jou zijn om helemaal geen wijn of alcohol meer te drinken? Hoe zou je dat vinden? En je kan een antwoord geven via de chat. Dan kijk ik er zo meteen nog even naar. Dan ga ik er eventjes, kom ik er even op terug. Even kijken wie er nog meer zijn allemaal. Katrien is erbij. Richard van der Lenneke van der Heijden is erbij. Hoi Lenneke, goedemorgen. Elsbeth, Jolande. Nou, hartstikke leuk jongens. Goedemorgen allemaal, fijn. Ik ben heel benieuwd naar jullie reactie op de vraag van hoe zou je het vinden om nooit alcohol meer te drinken. En ik zal je eerlijk zeggen, gelijk zet het maar in de chat. Ik ga gelijk mijn ervaring daarmee delen. Ik ben een goede wijndrinker geweest. Ik vind een glaasje wijn echt heerlijk. Ik denk dat ik het nog steeds lekker zou vinden, maar ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ik heb vorig jaar aan 3 januari meegedaan. En daarom ook nu deze uitzending. We hebben natuurlijk weer 3 januari gehad. En 3 januari is een maand waarin je dus inderdaad een maand lang niks drinkt. En vorig jaar was het mijn eerste ervaring met een maand lang niks drinken. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het fantastisch. En ik ben vooral veel beter gaan slapen. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar dat alleen al, het feit dat je beter slaapt, vond ik heerlijk. Maar ook het feit dat ik me soort van bevrijd voelde. Omdat ik niet steeds hoefde te kiezen. Wat doe ik? Neem ik nou een glaasje of neem ik er geen? En neem ik er 1 of neem ik er 2? En neem ik nou rode wijn of neem ik toch een keer iets anders? Ik had continu die dilemma's. En nou, die ene maand niet drinken, nou, die leverde mij zoveel voordeel op voor mijn gezondheid. Dat ik me echt, ik vond het geweldig.
Maar het punt is, al die tijd had ik zoiets, ja, maar straks in februari, dan mag ik weer en dan begin ik weer. En dat begon met 1 glaasje in het weekend en toen 2 glaasjes in het weekend. En ja, voor ik het in de gaten had, zat ik weer iedere avond, op een gegeven moment zat ik gewoon op woensdagavond weer op de bank te drinken. Weet je wel, had ik een lezing gehad en soms krijg ik dan best wel kritische vragen, ook wel eens een keertje lastige vragen. Ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar dan kom ik s'avonds thuis en denk ik, oeh jongens, het was een pittige avond vanavond of een hele grote drukke avond. En ik, nou, ik vind dat ik nu wel een wijntje verdiend heb. En voor ik het in de gaten had, dronk ik niet alleen in het weekend 1 of 2 glaasjes, maar ook door de week op woensdagavond op de bank. En het vervolg was natuurlijk dat ik ook dinsdagavond en donderdagavond een wijntje dronk. En voor ik het in de gaten had, zat ik eigenlijk weer een beetje terug in mijn oude patroon van 2 flessen, nee, ik zeg het niet goed, 2 dagen doen over 1 fles wijn. Voor ik het in de gaten had, zat ik weer in die situatie, terwijl ik me eigenlijk in januari zoveel beter voelde. Nou, toen uiteindelijk in maart was Anton al gestopt met drinken. Mijn mama, die kon er helemaal niet tegen. Die heeft dan meer last van zijn longen. Anton is een longpatiënt en die kreeg door de alcohol veel benauwder, meer hoesten, meer slijm opgeven. Dus die zei tegen mij net, ik ga stoppen met alcohol. Maar ik vond het hartstikke knap van hem. Toen in mei zei ik tegen hem, ik zeg, weet je wat, ik doe met je mee, want dan maakt het voor jou ook makkelijker. Zegt hij, joh, ik heb jouw steun helemaal niet nodig, dat kan ik zelf wel. En toen dacht ik, oeps, ik moet het ook zelf kunnen. En toen is er in mei bij mij een knop omgegaan. Ik denk van, nu is het gewoon echt helemaal klaar. En ik heb gelijk iedereen die ik kende daarover ingelicht. Nou, dat is ook eigenlijk een van de dingen dat mensen zeggen, joh, doe nou toch niet zo ongezellig, drink jij geen wijntje meer. Als ik nu een avond de mensen toe ga die het nog niet van me weten, dan zeg ik het van tevoren. Ik zeg, joh, ik drink geen alcohol meer. Ik ben hartstikke blij met een grote beker thee. En dan vooral de verse muntthee, dat vind ik gewoon echt heerlijk. Bij mijn kaasje, bij mijn hapje, gewoon thee of een glas water. Ik doe gewoon niet meer mee. En het is zo gek, ik krijg zoveel positieve reactie van de mensen. Ze zeggen, joh, net die wat knap en ik zou het ook wel willen. En hoe doe je dat? Dus ik krijg meer positieve reacties dan negatief. Maar dat heeft dan waarschijnlijk te maken met het feit dat je heel stellig bent en dat je het van tevoren aankondigt. Joh, ik doe gewoon niet meer mee met wijn. En de mensen zorgen dan voor een alcoholvrij biertje, wil ik wel eens een keertje gebruiken. Terwijl ik eigenlijk een kop thee minstens net zo lekker vind. Maar als je het echt wil en je maakt het wereldwijd bekend en wereldkundig, dan gaan de mensen je helpen en dan gaan ze niet meer zeggen, doe niet zo ongezellig, want dat zijn de instinkers. Als mensen tegen jou zeggen, je kan toch gewoon meedoen, ja, dus dat maakt je alleen maar hartstikke lastig. Dus deel het met andere mensen en doe het eventueel met iemand samen. Goed, oh, ik ben weer helemaal los met lieve mensen. Het gaat weer veel te snel. Ik ga proberen maar een beetje in te dammen. Even kijken. Harriet zegt, genoeg mensen die gaan alcohol drinken. Succes allemaal, moet er vandoor. Luister en kijk later wel terug. Helemaal goed. Greetje, 1 fles per week. Veron, herkenbaar. 1 fles in de 2 dagen, wil er ook vanaf. Nou, Veron, bekijk deze uitzending helemaal. Ik vind het moedig van je. Dat je het ook aangeeft dat je er vanaf wil. En ik heb ook op 1 fles in de 2 dagen gezeten. En weet je wat ik zelf het ergste vond? Want ben je nou... Als je nou 1 fles in de 2 dagen drinkt, ben je alcoholist of niet? Ja, dan ben je alcoholist. Ik was het dus ook. Als jij meer dan 1 glas per dag drinkt, dan ben je eigenlijk al een beetje afhankelijk. Dan ben je eigenlijk al, dan ga je richting alcoholisme. Wat ik zelf het ergste vond, is dat ik dacht dat ik niet zonder kon. Ik kon wel zonder, maar ik dacht dat ik het niet kon. En die afhankelijkheid, daar was ik zo klaar mee. En ik dacht dat ik niet kon slapen als ik geen alcohol dronk. En ik dacht dat het niet gezellig was als ik geen alcohol dronk. Nou, weet je, ja, ik ben een gezelligheidsmens. Ik heb vreselijk vaak de slappe lach. En als je het zou meten, mijn slappe lach is niet minder geworden nu zonder alcohol dan vroeger met. Dus eigenlijk is er helemaal niks veranderd, behalve dat ik gewoon me veel vrijer voel en dat ik gewoon veel beter slaap. Dus het geeft zoveel voordelen. Ati zegt, ik vind wijn en bier niet lekker zonder alcohol. Geen probleem. Hartstikke goed, Ati. Katrien zegt, geen probleem. Nou, Greetje heb ik gehad, 1 glas per dag. Greetje zegt, ik zou het wel missen. Voor mij nooit meer dan 1 per dag, ja, 1 per dag een klein glas, oké. Dini zegt, ik drink geregeld een tijdje niets, maar helemaal stoppen. Nou, nee. Nou, weet je, dat vind ik het leuke van 3 januari. Je kunt zeggen, oké, ik doe het gewoon. Ik doe gewoon 4 weken even zonder. En dan kun je ervaren wat het doet. Nou, ik heb toen weer een lichte terugval gehad. Maar uiteindelijk, ja, weet je, die knop is nu om. En ik vind het gewoon fantastisch. Er is nog
één gelegenheid, moet ik wel even opbiechten. Anton en ik gaan zondags altijd naar de kerk. We zijn christenen. En als ik in de kerk zit, één keer in de drie maanden, is er het heilige avondmaal. En dan wordt er wijn geserveerd. En dat is dan eigenlijk een symbolisch iets. Het staat symbool voor het bloed van Christus. Nou, dan doe ik mee. Want ik wil gewoon meegaan in die symbolische waarde van wijn. Maar op dat moment gaat het me echt niet om de alcohol. Het gaat gewoon dat je mee wil doen aan die symbolische waarde. Aan die hele gebeurtenis, zeg maar. Dus dat zijn dan vier slokken wijn in het jaar. Nou jongens, kan je nog iets ergens bedenken? Goed. Ik ben helemaal wel even van de leg. Dus dat heb ik gehad. Hoe zou het zijn om nooit meer alcohol te drinken? Oh ja, dan ik wil je in deze uitzending niet bang maken, maar wel bewust. Ik ga zo meteen een aantal voordelen opnoemen van wijn. Ogenschijnlijke voordelen. En ik ga de nadelen benoemen. En ik ga vooral benoemen wat het mij opgeleverd heeft. Ik ga ook uitleggen hoe het komt dat je door het drinken van rode wijn of andere alcoholische dranken 's nachts vaak veel minder goed slaapt. Want je slaapt vaak in als een blok. Maar vaak word je midden in de nacht wakker en dan kom je nooit meer in slaap. Ga ik zo meteen ook uitleggen. En voor de mensen die net binnenkomen vallen, ik heb het vandaag over wijnen of ontwijnen. En ik merk dat heel veel mensen op dit moment in Nederland doen erg hun best om van de alcohol af te komen. En daarom ook 3 januari. En ik ga nu dus inderdaad de voordelen noemen van rode wijn, de zogenaamde voordelen. Want zo zou rode wijn cholesterolwaardes verbeteren. Zo zou rode wijn antioxidanten bevatten, resveratrol, druivenpitextract, allerlei gezonde stofjes. Het zou ze bevatten. Het zou de gezondheid kunnen verbeteren. Onder andere, het zou kanker kunnen remmen. En nou is het grote punt, er zitten inderdaad antioxidanten in. Antioxidanten zijn kankerremmende stofjes. Maar dan zou je zoveel rode wijn moeten drinken om aan die kankerremmende stofjes te komen, dat ook de nadelen van rode wijn een enorme rol gaan spelen. En je kunt die kankerremmende stofjes, die antioxidanten, kun je ook halen uit verse groenten en uit andere gezonde producten. Dus dan denk ik, je kunt ze beter uit andere gezonde voeding halen dan uit rode wijn. En die resveratrol in rode wijn, dat zijn zulke kleine beetjes, dat je inderdaad te veel rode wijn zou moeten drinken om daar profijt van te hebben. Dus dat zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Daarnaast, aan de ene kant dus het kankerremmende effect als je er voldoende van zou drinken. Maar rode wijn bevat ook vrijwel zware metalen. En die zware metalen, die zijn juist weer kankerbevorderend. Dus wat tegen het ene is, is voor het andere en andersom. En jarenlang zijn er inderdaad berichten geweest dat rode wijn goed is voor je gezondheid, dat er niks mis mee is. En ik heb natuurlijk voor zitten bereiden dit thema. Ik heb gewoon zitten spitten op internet, onderzoeken zitten lezen. En dan de onderzoeken die voor rode wijn zijn. Als ik dan ging kijken wat de schrijver was van dat artikel, dat was bijvoorbeeld de Rode Wijngroep. Of de Wijnunie, of de boeren uit Frankrijk. Dus het grappige is, als een artikel voor iets is, ga even kijken, wat is de bron? Wie heeft het geschreven? En kan je dat wel serieus nemen? Als een wijnclub mij adviseert dat rode wijn goed is, dan krap ik even achter me en denk van, ik weet het niet zeker. Dus dat. Dan zijn er ook mensen die zeggen tegen mij, ja, net in de Blue Zones drinken de mensen elke dag een glaasje wijn. En die zijn hartstikke gezond. Die mensen worden met gemak 100 jaar en ouder. Er zijn een aantal dingen zijn daarbij heel belangrijk. Die mensen drinken een klein glaasje rode wijn, vaak maar 1 per dag. En die drinken ze tijdens het eten. Maar wat nog veel belangrijker is, die mensen zitten daar aan grote lange tafels met familieleden. Ze hebben een praatje, ze luchten hun hart. En ik denk dat de gezondheidsbevorderende aspecten in de Blue Zones veel meer te maken hebben met andere factoren dan met het ene glaasje rode wijn per dag. Het gaat meer om de gezelligheid met elkaar, om de verbinding met kinderen en buren, het je hart kunnen luchten, de gezonde voeding, veel olijfolie, het mediterrane eten. En al die factoren spelen een veel grotere rol dan het ene glaasje wijn. En als je dan zo gezond eet, dan kan het ene glaasje rode wijn er misschien bij. Maar als ik kijk naar mezelf, ik dronk een glas rode wijn of 2 omdat ik vond dat ik het verdiend had. Of omdat ik het zo druk had gehad. Of omdat ik een paar lastige cliënten had gehad in de praktijk. Ik heb ook wel eens cliënten die bloed onder mijn nagels vandaan halen. Dat hoort er allemaal bij. Als je een praktijk hebt en je werkt met mensen, dat zijn dingen die kom je gewoon tegen. En dan dronk ik 's avonds op de bank. Denk, oh jongens, even ontladen. En daar kan een glaasje rode wijn exact bij helpen.
Maar dan kom ik gelijk op het volgende punt. Want ik weet niet of jullie wel eens kijken naar Yinik of Op 1. Dit zijn twee fantastische programma's, vind ik zelf. En ze hebben allebei hebben ze het gehad over ontwijnen en rode wijn en de gevaren van alcohol. Een paar weken geleden bij Yinik, toen zat daar Erik Scheerder. Ik weet niet of jullie kennen, een man die enorm veel af weet van ons brein. Nou, die heeft een fantastische uitleg gegeven. En die had bijvoorbeeld een plaatje bij zich. En dat is dit plaatje. En die liet dus inderdaad zien dat dit zijn de hersenen van mensen die geen alcohol drinken. En dan bedoel ik met name overmatig alcoholgebruik. En dit zijn de hersenen van mensen die regelmatig alcohol drinken. En Erik zegt, zelfs het eerste glaasje rode wijn kan schadelijk zijn. Nou, dat kan je nuanceren. Hè. Dat heeft inderdaad te maken met andere omstandigheden. Nogmaals, denk maar aan die blue zones. Maar ik denk dat soms bepaalde dingen heel erg stellig verkondigd worden om mensen dan toch te motiveren om er iets aan te doen. En nogmaals, niet om angst te zaaien of om een anti-wijncampagne op gang te zetten, maar wel om te laten zien wat er kan gebeuren als je overmatig alcohol drinkt. Dit zijn de hersenen van gezonde, alcoholvrije mensen. En dit zijn de hersenen van mensen die dus regelmatig te veel, te diep in het glaasje kijken. En hij zei, dat begint al bij één glas wijn per dag. Dus in die zin zou je misschien kunnen overwegen om dan door de week niet meer te drinken. Alleen in het weekend nog een glaasje alcohol. En dan beperk je het al zo. En als je dan toch alcohol wil drinken, pak dan alsjeblieft biologische, niet gezoete rode wijn. Dat is eigenlijk de beste wijn of de minst slechte wijn die er is. Van biologische landbouw. Daar zit meer resveratrol in, hogere concentraties. Bepaalde merken wijn bevatten ook hogere concentraties resveratrol. Maar nogmaals, wil je het daarvan hebben, dan kun je eigenlijk beter gewoon uit andere groente en fruitje resveratrol halen. Polyphenolen zitten erin, is ook een hele gezonde stof, maar zit ook in andere dingen. Het is gewoon lekker en het is dus ontspannend. Maar nogmaals, de ontspannende werking gaat alleen op als je je KUT voelt. Kwalitatief uiterst teleurstellend, zeg ik altijd. Dus je gewoon niet zo lekker in je vel zit, laat ik het zo maar zeggen. Dan kan de wijn een ontspannende werking hebben. Maar als je toch al vrolijk en blij en happy bent, je wordt er niet nog vrolijker of nog blijer van. Dus rode wijn is alleen ontspannend op het moment dat je jezelf blij voelt. En dat is meteen dan de verslavende werking ervan. En dat mensen zeggen, joh, ik voel me nou in één keer zoveel beter. Want dat is natuurlijk ook zo. En je voelt die ontspanning, maar heel kortdurend. En daarna krijg je eigenlijk altijd de rekening gepresenteerd. Dus dat zijn dan inderdaad zogenaamde voordelen en nadelen van rode wijn. Maar nu dan de echte nadelen. En ik ga het met je doornemen en nogmaals doe er alsjeblieft zelf mee wat je ermee wil. Maar als ik een aantal mensen hierdoor meer inzicht kan geven, dan is mijn missie van vanochtend eigenlijk al geslaagd. Hey, ik ben er echt niet voor om jou van de wijn af te halen, van de alcohol af te halen. Dat is je eigen pakje aan. Ik wil alleen mijn ervaring vertellen en ik wil je gewoon inspireren. En dat is eigenlijk alles wat ik wil. Goed, dan kom ik toch even bij de nadelen terecht. Sorry mensen. En ik zeg proost met mijn kopje thee. Alcohol droogt om te beginnen uit, veroorzaakt door mede hoofdpijn. En je hebt het vast wel eens een keertje gemerkt als je wat te diep in het glaasje gekeken hebt. En zelfs na een paar glazen wijn al, dat je de andere ochtend wat hoofdpijn hebt. Dat heeft alles te maken met het feit dat, even los van de gezonde stoffen die in rode wijn zitten, maar de alcohol in rode wijn, dat is gewoon een gifstof. Eerlijk is eerlijk. Nou, die gifstof zit in je lichaam en je lichaam gaat er alles aan doen om die gifstof naar buiten te werken. En wat doet je lichaam dan? Ons lichaam heeft natuurlijk vocht. Je hebt overal vocht in je lichaam. En het lichaam gaat overal de vocht vandaan roven. Uit je handen, uit je voeten, uit je benen, maar ook uit je hoofd. Overal wordt het vocht verzameld. Alle vocht verzamelen om de alcohol, de giftige stoffen, naar buiten te werken. Dus in die zin droog je dan uit. En de hoofdpijn die je kunt ervaren na te diep in het glaasje gekeken te hebben, is de hoofdpijn die wordt veroorzaakt door vochttekort in de hersenen. Dus eigenlijk is niet de rode wijn die de hoofdpijn veroorzaakt, maar meer het vocht dat overal vandaan geroofd wordt, waardoor vochttekort op hersenniveau en daardoor krijg je hoofdpijn. Dus dat is één punt. Het droogt gewoon uit. Het droogt ook je huid uit. Want als je hersenen zonder vocht komen zitten, je huid bevat enorm veel vocht, een heel groot opslag, een opslagtoestand van vocht. En als je dus rode wijn drinkt en je lichaam wil die alcohol uitdrijven, dan komt dat inderdaad, ja, dan gaat de kosten van je huid, die wordt daardoor droger. En er zijn heel veel mensen die met de eetlijn beginnen en zeggen net, joh, mijn huid is veel minder droog. Vroeger moest ik me echt helemaal vol smeren met van alles en nog wat. En nu is mijn huid veel minder droog.
Als dat kan, omdat je ook minder alcohol bent gaan drinken, dan is dat de oorzaak dat je minder droge huid hebt. Dat vind ik eigenlijk hartstikke fijn. Nou, minder hoofdpijn. En dan het slapen. Dat was voor mij de allergrootste winst. Ik was gewoon echt, ja, ik hield gewoon echt van een glaasje wijn. Daar ben ik gewoon eerlijk in. En daarmee kan ik heel veel mensen denk ik een hand geven. En ik wilde er eigenlijk van af. Maar goed, ik vond het ook lastig. Maar wat ik dus vorig jaar in 3 januari als eerste gemerkt heb, is dat ik veel en veel beter doorsliep. Ik ben eigenlijk een goede slaper. Ik slaap goed in. Ik val s'avonds als een blok in slaap. Maar ik werd eigenlijk altijd wakker in de loop van de nacht. En denk, hoe kan het nou toch? Ik werd er goed ingeslapen. En op een gegeven moment, dan ga je natuurlijk kijken, waar ligt dat nu aan? Het is namelijk zo, om lekker in te kunnen slapen en goed door te kunnen slapen, heb je een slaaphormoon nodig. En dat slaaphormoon maak je zelf aan, dat is melatonine. En melatonine maak je aan doordat je overdag in het licht buiten bent, zonlicht. Daardoor gebeurt er iets in je hoofd, waardoor je lichaam melatonine aan gaat maken. En die melatonine wordt 's avonds, als het donker wordt, wordt die melatonine afgegeven. En die melatonine zorgt ervoor dat je lekker inslaapt en lekker doorslaapt. Maar die melatonine heeft nog meer functies. En die heeft onder andere ook de functie om jouw hersenen te beschermen tegen het gif wat alcohol eigenlijk is. En op het moment dat jij de melatonine die je eigenlijk nodig hebt om in te kunnen slapen en door te kunnen slapen, als die ingezet wordt om jouw hersenen te beschermen tegen de alcohol, dan is je voorraadje melatonine op en op is op. Want je hebt maar een bepaalde hoeveelheid melatonine, zie maar eventjes, nou zeg maar eventjes een beker vol, zo kan je het helemaal niet vergelijken, maar toch, je hebt een bepaalde hoeveelheid melatonine. En die melatonine kan maar 1 keer verbruikt worden en op is op en dan kun je de andere dag weer een nieuwe voorraad melatonine aanmaken. En jouw lichaam zit eigenlijk altijd in de overlevingsstand. En wat ze nou belangrijker zijn, jouw hersenen beschermen tegen alcohol of beter slapen. Je lichaam denkt dan, joh, ik kies liever voor een nacht slecht slapen, dan dat ik die alcohol de schade op mijn hersenen laat veroorzaken. Dus je lichaam gaat in de overlevingsstand en dan is slecht slapen ongeschikt aan de hersenen beschermen tegen alcohol. Dus de melatonine is op, die is verbruikt. Je wordt midden in de nacht hartstikke wakker, klaar, helder wakker. En met geen mogelijkheid kom je meer in slaap. Want je maakt op dat moment ook geen nieuwe melatonine meer aan. Dat is pas weer de andere dag. Dus je moet gewoon weer op je beurt wachten. Zo werkt het. Ja, nou dan de kankerverwekkende werking. Ik heb het net genoemd. Sommigen zeggen bij overmatig drinken, maar er zijn er ook, Erik Scheerder onder andere, die zei, het is al vanaf het eerste glas. En weet je, toen ik die uitzending bij Jinek gezien heb, dit plaatje zit in mijn geheugen gegrift. Ik was toen al gestopt, ik was toen al alcoholvrij. Maar als ik dit nu zie, nou al zou ik nog hartstikke veel alcohol drinken, bij het zien van dit plaatje zou ik dan alsnog acuut gestopt zijn. Dus zo werkt dan toch, ja, je hersenen werken met beelden en soms heb je een plaatje nodig om te zien wat het in je lichaam doet. Nou, dan de vraag, word je van alcohol drinken dikker? Je wordt niet dikker van de alcohol zelf, maar van de gevolgen van alcohol. Ik heb er vorig jaar een heel blog over geschreven. Hilde zit nu te kijken en die schrijft van deze uitzending een blog. En aan het eind van die blog zal ik weer een linkje maken naar het vorige blog, of je van alcohol dikker wordt. Er is wel een punt, de gevolgen van alcohol, want op het moment dat je alcohol drinkt, jouw lever krijgt het hartstikke zwaar te verduren. En er is geen orgaan waar ik zoveel medelijden mee heb als met de lever. Misschien met de darmen ook wel, maar vooral met de lever. En op het moment dat je alcohol drinkt, stopt je lever acuut met vet verbranden, want hij moet die alcohol uitscheiden. En je lever kan maar 1 ding tegelijkertijd. Hij kan of vet verbranden, of ik kan alcohol afbreken of wat dan ook. Maar hij kan maar 1 ding tegelijkertijd. En als je dus alcohol drinkt, dan stopt je lever meteen met vet verbranden, omdat hij die alcohol af moet breken. Dus dat betekent dan wel dat je vetverbranding naar beneden gaat. En dat je uiteindelijk ook weer meer vet gaat opslaan. Want alles wat je niet verbrandt, wordt opgeslagen als vet. Dus ook dat nog. Dan heeft jouw, als je alcohol drinkt, verbruikt het mineralen. Het heeft mineralen nodig om afgebroken te worden. Minder mineralen betekent gewoon minder voedingsstoffen, betekent ondervoeding. Dus alcohol zorgt voor ondervoeding. En dat zorgt ervoor dat mensen die erg veel alcohol drinken vaak echt brood en broodmager zijn, omdat ze eigenlijk hartstikke ondervoed zijn. Nou, dan zorgt alcohol voor alcohol. Tuut, sorry. Hilde, sorry, kan je het nog bijhouden? Ik ga even adem in, adem uit. Alcohol zorgt voor lege calorieën die het lichaam kwijt wil. En het lichaam is bezig om die lege calorieën af te voeren en te verbranden. Dus minder voedingsstoffen en ook de calorieën die je wel inneemt.
Dus even terug, jouw lichaam is bezig met het verbranden van de lege calorieën, waardoor de echte calorieën die binnenkrijgt, dus ja, alles wat je eet, je lever heeft daar geen tijd meer voor en geen energie om die te verbranden. Dus ook die worden opgeslagen als vet. Nou, dan de hersenen kunnen krimpen, getuigen dit plaatje. Er ontstaan woekeringen in de hersenen en er zijn minder goede zenuwimpulsen, zenuwoverdrachten, waardoor lichaamsfuncties uit kunnen vallen. Maar ook kunnen hersenen krimpen en inderdaad de zenuwimpulsen worden verstoord à la Erik Scherer bij Jinek een paar weken geleden. En gisteren bij Op 1 ging het over Ik Pas. Als mensen tegen jou zeggen, joh, weer een glaasje wijn? Ik Pas is een nieuwe campagne en dat sluit helemaal aan bij de campagne van Lieshout, dan ben ik even de naam kwijt. Jacqueline van Lieshout, die is bezig met een campagne Ontwijnen. En zeg je nou na deze uitzending, oh Nette, ik vind het zo interessant en ik snap wat je zegt. En ik zit op 2 flessen wijn, of een fles wijn in de 2 dagen. En ik zou er ook mee willen stoppen. Dan kun je misschien even kijken wat je aan Jacqueline van Lieshout hebt. Je kunt haar taggen. Ze heeft een boek geschreven over ontwijnen. En alle eer naar Jacqueline van Lieshout, die mensen op een fantastische manier kan helpen om van dat alcohol af te komen. En zeg je, Nettie, ik heb zoveel zin in mijn glaasje wijn s'avonds. Ik kan eigenlijk niet zonder en ik wil het niet zonder. Is gewoon prima. Ik ben de laatste om daar iets van te zeggen, iets van te vinden. Ik vind er helemaal niks van. Daar word je alleen maar hartstikke moe van. Om allerlei dingen te vinden van allerlei dingen. Dus ik vind daar niks van. Maar ik merkte zelf ook, en dat is ook een puntje, dat op het moment, weet je, ik ben natuurlijk eeuwig aan het lijnen geweest. Mijn hele leven aan het lijnen, nou de laatste 20 jaar gelukkig niet meer, omdat ik eet alle de eetlijn, is lijnen gewoon voorbij. Op het moment dat ik aan het lijnen was en ik dronk toch een glaasje wijn, dan verdwenen al mijn goede voornemens als sneeuw voor de zon. En voor ik het wist, zat ik weer aan een taartje of een koekje of een zak chips s'avonds op de bank met het glas wijn. Dus ik merkte ook dat jouw goede voornemens, die verdwijnen vaak als sneeuw voor de zon, als je toch aan de alcohol gaat. Ook nog echt een flink nadeel van het gebruik van alcohol. En dat wilde ik dus echt niet meer. Dus je wordt niet dik van de alcohol zelf, maar meer van het overeten wat ontstaat door het gebruik van alcohol. Want alle remmen zijn los. Dus dat. Nou, wil je dus inderdaad stoppen met alcohol, doe het niet alleen. En zoek Jacqueline Verlieshout even op. Ik zal haar even taggen in de tekst boven dit bericht. Hij heeft een prachtig boek geschreven. En wat ook belangrijk is, is denk ik, beloon jezelf. Als het dan inderdaad goed gegaan is, en je bent er van afgebleven, wees gewoon trots op jezelf. Ga een keertje naar de film of koop een leuk nieuw kledingstuk. Maar beloon jezelf in ieder geval op de een of andere manier. En weet je, ik heb het gek gehad afgelopen mei, er ging een knop om en het is gewoon klaar. Het is gewoon klaar en ik voel me zo bevrijd. Het geeft zoveel energie en zoveel rust. Ik hoef niet meer. Dit hoofdstuk is voor mij voorbij. Ik heb het gewoon gehad. En wat jou kan helpen om van de alcohol af te komen is dan inderdaad 3 januari. Jacqueline Verlieshout. En wat je ook kan helpen om te ontwijnen of om van de wijn af te komen. Ik wil haar titel eigenlijk niet meer gebruiken. Maar is om gewoon te beginnen met de eetlijn. Er zijn al meerdere mensen die door de eetlijn ook van de alcohol afgekomen zijn. Ik ben het later weer met mate toe gaan voegen en heel snel zat ik weer in mijn oude patroon. Ik merk dat oude patronen, die zijn hardnekkig. Maar nu is het gewoon dus echt helemaal klaar. En ik hoor van meerdere mensen die zeggen, Nettie, in de eetlijn in fase 1, 6 weken geen alcohol. Ik heb het fantastisch gevonden en ik ben er nu gewoon van af. Dus ook dankzij de eetlijn zijn er vrij veel mensen die van de alcohol afkomen. En misschien is het een hele mooie combinatie. Ontwijnen met Jacqueline Verlieshout en eetlijnen met Nettie Bom. Nou, beter kan ik het gewoon, beter kun je het gewoon niet hebben. Dus, lieve mensen, het is alweer 9:30 bijna. Ik zal eens kijken of er nog vragen binnengekomen zijn. Even kijken, even naar onderen scrollen. Hester Sibrandi zegt, heel interessant en leuk boek, Ontwijnen. Ja, Riet zegt, mijn broer wordt elke nacht wakker, midden in de nacht, en drinkt elke middag een glas rode wijn. Ja, Nathalie zegt, kan je een vervette lever krijgen? Is het pijnlijk? Nou, Nathalie, dat is het vervelende. Normaal gesproken heb je dus een gewone goede lever. En die kan vervetten door alcohol, maar ook door drinken van appelsap. Dat is een ander hoofdstuk. En in het begin zul je er niet zoveel last van krijgen. Maar als een lever gaat vervetten, komt hij niet meer aan zijn vetverbranding toe. En al zijn andere taken, dan is hij zo druk met die alcohol afbreken, dat hij daardoor zijn andere taken niet kan doen. Nou, pijnlijk in eerste instantie niet, behalve als je gaat richting levercirrose. Dat wordt een hele vervelende situatie. En uiteindelijk kan levercirrose ook
de dood tot gevolg hebben. Maar dat krijg je denk ik niet als je één glas wijn in het weekend drinkt. Dat geloof ik echt niet. En je kunt er beter één glas in het weekend drinken of twee glaasjes dan heel de week wijn drinken. Maar heel de week niet drinken en in de week in één keer een hele fles is ook eigenlijk niet oké. En ik hoop gewoon toch dat ik jullie met deze uitzending heb kunnen, mogen inspireren om eens kritisch te kijken naar je eigen alcoholgebruik. Nogmaals, ik ben geen anti-alcoholcampagne aan het voeren, maar ik ben wel heel erg enthousiast over het feit dat ik nu geen alcohol meer drink en dat er niemand tegen mij koert van Nettie, doe niet zo ongezellig. Niemand. Dat heeft echt te maken met mijn eigen instelling, mijn overtuiging en mijn daadkracht. Dus dat. Goed, lieve mensen. Volgende week, het thema van volgende week is pistachenootjes. Het is een nieuw thema, ik heb het nog nooit gehad. Pistachenootjes zijn hartstikke lekker, er zitten ook wat nadelen aan. En daar ga ik het volgende week met jou over hebben, want heel veel mensen denken dat pistachenootjes gezond zijn. En het is ook zo. Dus volgende week alles over pistachenoten. Dan wil ik je nu een heel fijn weekend wensen. Ik wil nog eventjes wijzen trouwens op mijn online inspiratieprogramma. 365 dagen gezonder van A tot Z. Dan krijg je echt elke dag tips van Tante Nettie of recepten of een blog die jou helpen om beter voor jezelf te zorgen. Al die tijd kon je het programma in één keer kopen voor €127 voor een jaar lang. Is eigenlijk een prikkie voor wat je ervoor krijgt. Toch kreeg ik veel reacties van mensen die zeggen, Nettie, dit is voor mij een heel groot bedrag. €127 in één keer. En wat ik nu gedaan heb, ik heb er nu een maandabonnement van gemaakt. €15 per maand. Nou, dat is, hoeveel is dat per dag? 15 gedeeld door 30 is 20 cent per dag. Klopt het nou? Moet ik nou daar een rekenmachine bij hebben? Oh, volgens mij heb ik toch een beetje te veel alcohol gedronken. Even kijken hoor. 15 gedeeld door 30 is... Nou, dat is heel goedkoop. Oh nee, het is 50 cent per dag. Maar dat is minder dan een cappuccino op een terrasje. Daar denken mensen nooit over na. Dus ik zal de link hier boven deze uitzending zetten. Dat je inderdaad een abonnement kunt nemen. En als je het per jaar gewoon in één keer wil kopen, dan ben je natuurlijk nog veel goedkoper uit. En alles is mogelijk. Dus kijk even wat je daarmee wil. Degene die erin zit zijn hartstikke lined enthousiast. Veel leuke recepten, veel tips en inspiratie. Dus doe ermee wat je wil. Goed, ik ga nu echt afscheid nemen. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Een onwijs fijn weekend. En tot volgende week. Dan ben ik er weer op vrijdag om 9 uur met Peace. Nootjes. Tot dan. Oh ja, ik ben dol op hartjes en likes, maar dat weet iedereen. En wil je deze uitzending delen met andere mensen? Ga alsjeblieft gerust je gang. Dankjewel. Doei doei.